Wildstaart. Welkom in de nieuwe video van Wildstaart. We zijn nu op de Grote Markt en we gaan eens gaan luisteren wat ze daar hebben. Sinds 1929, al 95 jaar muziek op de wereld gekomen. De Engelse stijl en strakke exercitie maken de rapband uit Skiedam Nederland tot een unieke verschijning. We zijn nu op het Heimanplein en we gaan eens kijken welke kraampjes er allemaal staan. Dus, maar er zal wel heel veel volk zijn. Veel te veel de Heimanplein. Dus dat is niet te maken. Eetbaar bloemen. Ja.
Mededeling voor iedereen op de markt. Iedereen die niet betrokken is bij een ballon die nu de lucht ingelaten wordt of opgeblazen wordt liever, moet de markt verlaten. Dus iedereen van de crew van andere ballons, alle teams van andere ballons, liever nu de markt te verlaten voor de veiligheid. Dankjewel.
klaar mee is aan het Pokémon. Een Pokémon? Ja. Heb je het al gezien? Maar zoals je kan zien, worden de eerste special shape ballons hier op de markt gevuld met koude lucht. Die lucht wordt straks opgewarmd en dan gaat die ballon de hoogte in, wordt de mand rechtgezet. En dan kunnen jullie de ballon in volle ornaat bewonderen. De special shapes die vandaag zullen worden opgeblazen zijn de Flying Dutchman, Hugging Bears en de Petit Prince. Als deze drie special shape ballons opgeblazen zijn en de weersomstandigheden en de veiligheid laten toe, ga ik straks even bij de crew en of de piloot van die ballons een klein beetje meer uitleg vragen over die ballon. Dus blijf zeker nog even kijken. En nogmaals een dienstmededeling. En voilà, als je kijkt naar het stadhuis, de linkse ballon voor het stadhuis, Le Petit Prince, is bezig met de lucht te verwarmen. En de Hugging Bears ballon aan de rechterkant is ook net begonnen met de lucht op te warmen. Dus als alles goed loopt, staan die twee ballons binnenkort een keer voorrecht. Dat was niet een avion, hè?
En daar staat de eerste ballon, zo goed als recht. Belgische ballon, met de naam Huttingbergs. En je ziet dat de mand beveiligd is met drie touwen aan een auto. Dat dient om de mand en dus de ballon gewoon aan de grond te halen. Want anders zou die uiteraard gaan vliegen. En ook een beetje thuis. De Little Prince komt langzaam tot leven. De Franse ballon. En het is slecht weer in de wolken. Kijk iets naar rechts, een beetje verder. En ondertussen komt de Flying Dutchman ook langzaam tot leven. Ja, dus maar de andere ballon is ook